En we gaan kijken naar de strijd tussen Koen Tijink en Tom ten Hoopen. En het is dan Tom ten Hoopen die als eerste daar die eerste bocht in gaat. Gevolgd door Koen Tijink. En dan die derde positie, daar is een, we kijken nog een mannetje van het Twentse Ros. Het Twentse Ros met Nick Lucas. En dan is dat Brian Sloan, 529. Brian Sloan is dat, die zit op dit moment op die derde positie. Wij gaan kijken naar Koen Tijink, die zit nog steeds op 2. Ten Hoopen op 1. Gaat daar nog verandering in komen of blijft dat zo? We gaan eens even kijken als de laatste bocht uitkomen. We kijken nog steeds naar Tom ten Hoopen op die eerste positie, Koen Tijink op 2. En dan die derde positie, dat is nog een leuke scheider in de finish. Is dat Brian Sloan of is dat een clubgenootje? Brian Sloan of clubgenootje? Dat wordt dan 5, 5 en 6.